Vies, hè? Ik ben Gerry Hendricks, geboren Kerkhofs. Ik ben 86 jaar. Ik maak elke dag een rondje overal. Waar ik langskom, haal ik het vuil van de grond af. Dat haal ik op en dat doe ik in het zakje wat aan mijn rollator hangt. Ik zie hier iets liggen en dat bevalt me niet. Dus ik zet hem op de rem. Omdat ik hier ten eerste ook woon en graag in een schone buurt woon. En ik van thuis uit heb geleerd, rommel hoort niet op de grond. Je moet alles opruimen. Sommigen die kloppen je op je schouder, die zeggen bedankt. En anderen zeggen, dat moet u niet meer doen hoor. U bent zo oud en als u bukt, dan ben ik bang dat u valt. Ik zeg, ja, zo gauw als anderen het doen, dan kan ik het laten. Maar zolang een ander het niet doet, wil ik het zelf doen. Nou, dat heel de zee en de dieren, die sterven eraan. Want die krijgen dat plastic en dat verwerken ze niet. En dan stikken ze erin. Hier is redelijk schoon op de peuken na van de zenuwachtige patiënten. Kijk maar. Vroeger ging je naar een winkel en dan kreeg je een zak mee. En dat kon je zelf niet pakken, hè? Dat deed de winkelier achter de toonbank. Dus er was niet zoveel afval. De bakker kwam aan huis met een brood, dat zat niet verpakt. Dat vind ik jammer, maar ik kan het niet echt verhelpen. Ik kan mijn steentje bijdragen en dat is het dan. Iedereen loopt met verstand rond en als je nadenkt, doe je dat niet. Ik hoop wel dat het allemaal goed komt, dat vooral de jongeren. En ik hoop dat die allemaal toch ook een plastic zakje bij zich hebben om het erin te stoppen en thuis in een vuilbak te stoppen. Nou zit er van alles nat in en zo. Nou doe ik hem helemaal weg. En dan is het klaar.